Meer vragen? Ik heb namelijk vanavond een beetje een enorme verrassing voor jullie. Dat kwam mij zelf ook een klein beetje... Jongens, ik zit hier in Nederland, ik woon in Spanje. Dat vraagt om moeilijkheid. Ik zit nu te snuffen, volwassen. Ik wil namelijk nu graag aan jullie voorstellen. En dat is namelijk, het is te ongelooflijk om los te lopen, want ik ben toch... Ik heb een behoorlijke tijd besteed in de stad waar Herman Brood zijn carrière opbouwde. Het is de stad Groningen, een geweldige muziekstad, zeker in die dagen. Als je als kroeg open wilde blijven na een zekere tijd van de nacht, dan moest je zoveel keer per week moest je gewoon een liveband huren. Dat was natuurlijk een geweldige moment van de tijd om inderdaad gewoon live muziek te maken. En... ik heb hier dus als enorme verrassing, zowel voor mij als voor jullie, heb ik hier een man die dus vele jaren gitaar heeft gespeeld bij Herman Brood. Het is, ik wil je namelijk, oké, ga eerst even vertellen wie het is. Het is David Hollestille. David gaat nu in feite doen, ja, nog een keer aangenaam kennis te maken. We hebben elkaar 2 uur geleden ontmoet. Eindelijk. Het is ongelooflijk, maar het is waar. Ik ga gewoon eventjes opschuiven hier zo. Is daar zijn microfoon nog aan? Kan hij aan? Zal ik even wat... doet hij het? Hier staat. Ik heb deze hier... doet het. Oké. David is niet een ingehuurde man. Wij hebben hier niet over gesproken. Dit is eerlijk gezegd een eerlijke indruk van een customer. Een klant die de gitaar heeft aangeschaft... En hij gaat nu zijn impressie geven. David Hollestille, ik ben blij dat je er bent en het is een eer om je hier te hebben, David. Hey, thanks. Ten eerste wil ik even zeggen dat ik Tijen voor het eerst heb zien spelen in Hilversum Café Bos. Een klein café. Met waanzinnige grote Ampeg-versterkers die helemaal open stonden. Met plexiglas gitaren, Dan Armstrongs. En ik was zwaar onder de indruk van zijn performance. Hij rende over de bar heen. Met een snoer van 12 meter. En ik dacht dat het een buitenlandse band was. Het kan niet Nederlands zijn, weet je wel. Het was toch lang voordat ik bij Herman ging spelen. Maar ik was denk ik, we waren 19, want we zijn ongeveer even oud. Dus het heeft een enorme impressie op mij gemaakt. Ik heb vaak afgevraagd wat er van hem terechtgekomen was. Het heette Thijs Mes Express. Wat een naam, hè? Ik vind het te gek. Maar... toen hoorde ik via Derek Joning, dat die had het over een zekere Nederlandse jongen uit Groningen. En die is een flamenco-gitarist geworden. Flamenco-gitarist. Niet te verwarren met flamingo's, maar flamenco's. Ik leer dat nog wel. Maar die schijnt dus waanzinnig virtuoos te zijn geworden in het flamenco-spelen. Die is goed terechtgekomen. Maar het blijkt dat hij ook nog bezig is met gitaren maken. Hij maakt ook flamenco gitaren. Is dat waar? Dat is... Hij wil altijd ja zeggen. Ja, oh, hard. Kan altijd nog. Nou, met deze gitaren, ik heb er dus even één uitgeprobeerd. Een tijd. Ik heb wel meer dan 100 gitaren gehad. Waarvan echt een stuk of niet tegelijkertijd, maar... door de jaren heen. En ik heb goldtops gehad uit de 50's, een stuk of 50. Nou, laten we zeggen 10. Niet tegelijkertijd nogmaals. Altijd 2. Weet je wel. En dan ging die andere weer verkopen en inruilen voor iets anders. Maar ik weet dus wel iets van gitaar af. Vooral hoe het niet moet. En wat Thijs. Waarom? Ja, iets meer bright, iets meer mid, hoog. Als je het toch vraagt. Oké, dat is te hard hoor. Is het beter? Wat, aan de harde kant denk ik. Weet je wat, ik speel wat, jij maakt de sound. Denk aan de faces. Goed, hè? Doe maar wat, hè? Hé,
beetje meer mid-hoog. Beetje zachter daar op de gitaar. Beetje zachter. Ja, jij dus? Duidelijk een brightness door het hout, natuurlijk, en de manier waarop het gebouwd is. En de aluminium parts. En wat heel belangrijk is, is die plaat op de headstock. Dat is een enorme. Dat is waanzinnig goed voor de sustain. Ik ben altijd tevreden. Oké, jullie zijn namelijk op de hoogte van hoe een gitaar werkt. Dit is de front pickup, de neck pickup bedoel ik. Dit is het middelste standje tussen de twee, de neck en de bridge pickup. Dat is. Dit is het achterste element. Als je dat dan met dit elementje doet, dit is een heel leuk uitfasestandje. Dan kan je ontzettend op grooven. Zo'n sound is zo inspirerend. We zijn bezig met een nieuwe DVD met Danny Laremacher's Waterromance. En we hebben al iets van door deze gitaar echt een enorme inspiratie gekregen. Niet verder vertellen natuurlijk. Oké, dat is weer één ding. Maar dat kan je ook met het andere element doen. Dus bij de brug. Dit is ook weer typische, wat een beetje Dire Straits kind of staat. Ben dan net iets beter. Ik heb het over de sound, hè? Niet over de manier van spelen. Als je dat... Thank you.
zoiets. Maar dit is een fantastische gitaar. Het geeft, als je hem niet elektrisch versterkt bespeelt, dan klinkt hij, want dan kan je hier, heeft hij al een ring, een certain kind of ring. En dat weer, omdat het al die metalen parts daar zitten. Dat zit hij niet voor niks, dat is niet voor de... toevallig heeft hij het ook nog, toevallig heeft hij het heel mooi gemaakt, weet je wel, maar... En als dat het niet zo zijn, het effect van die metalen plaat op zo'n gitaar werkt gek. En dit heeft nog eens een keer iets super gypsy look. Ik vind het helemaal niet overdone, dat ik heb mensen gehoord van, jezus, wat een potzierlijke gitaar, weet je. Nou, ik heb er maar half iemand gehoord die dat zei. Ik heb gelijk erin getrapt, want dit is gewoon een te gek ding. Dus, en dus toevallig heb ik in de laatste twee optredens gebruikt. En ik zie dan, is dan met ons beroep het geval dat je dan op YouTube of op Facebook kan zien wat je die avond uitgevreten hebt. Dat is altijd heel plezant. Maar ik kon dus ook zien en horen dat die gitaar te gek was. Weet je wel, via mensen die het gefilmd hebben. Ik kan verder niet, ja, ik wil wel iets samenspelen met iemand, of ik ben eigenlijk ook wel klaar verder, maar het is... Oké, alright. Ze vragen onder andere op internet wat je tegenwoordig doet. Nou, we hoorden net al Wild Romance nog een keer, toch? Wat doe je nu tegenwoordig, waar treed je op? Ik ben bij Danny Lanemacher... door Danny Lanemacher en Koos gevraagd om bij de wat er over is van de Wild Romance. Ja, precies. Ja, wacht maar. Eind van nee. Het is... Danny is toevallig ook een buurman van mij. Hij woont een paar huizen verderop. Het is een puur toevallige situatie, maar we geloven niet in toeval. Nee. Dus als twee gitaristen die bij hem on brood hebben gespeeld, ik heb er 20 jaar bij gespeeld, hij heeft die hitperiodes meegemaakt. We hebben ook samen gespeeld. En we zijn bezig met, we komen elkaar bij de Albert Heijn tegen en dan zeggen we, ik kom zo even langs, ik heb een riffje in mijn hoofd. Kicken, ja. En we nemen het gelijk op. We hebben een waanzinnige zanger uit Noord-Holland, dus ook in de Koog aan de Zaanstreek. En we hebben een waanzinnig schrijversteam. En we gaan met de hele band, dus gewoon een, we kunnen misschien 10 EP's opnemen. Wauw. Nee, echt, heel veel voor. En er is nog iemand zei ook dat je er heel goed uitziet. Echt. Oh ja, vind je, hè? Precies. En er waren ook twee vragen voor jou, Thij. Wat waren dat voor jongens die dat vroegen? Hele strakke jongens waren het. Nee, de vraag aan Thij, twee vragen. Eén is, waar speel je zelf op? Ja. Ik speel op een Thij. Jo. Maar dat is ook mijn vraag. Ik weet niet of ik dat mag vertellen en zo. Maar we maken dus een model waar ik verschrikkelijk trots op ben. Het heet de Gypsy Arrow. Maar het is dus inderdaad, het heeft de gespleten tong. Ja, maar dat, dan hebben we 4 persoonlijkheden op het podium. die 2 van mij en die 2 van de gitaar. Maar hij lijkt dus een beetje op de Flying V. En Gibson heeft ons op de vingers getikt. Het was heel toevallig dat dit op de vingers tikken gebeurde. Via een brief van de advocaten van Gibson, 3 dagen nadat de Guitar Player magazine een recensie had geschreven over de Gypsy Arrow als the dream guitar, and there's no style in which this guitar will falter you. You will not need another guitar. Ja, dus het was toevallig dat het tegelijk... Het is tenslotte makkelijker om je concurrent gewoon een trap te geven dan om een betere gitaar te gaan bouwen. Dus wij gaan natuurlijk, wij moeten Gibson natuurlijk gehoorzamen in deze, omdat je te veel geld ermee zou verliezen als je aan een lawsuit zou beginnen. Dus wij hebben direct de productie gestopt. Het was heel goed voor mij, want toen zaten het dus met een aantal onverkoopbare gitaren. Ik zei, nee, mix het toch. Nee. Dus ik heb inderdaad 2 Gypsy Arrows en dat zijn echt verschrikkelijk mooi klinkende gitaren. Daar speel ik zelf op, de Thij Gypsy Arrow. Oké, er was nog een vraag van, maak je nog La India's? Dat was daar een vraag. Ja, en eigenlijk beter dan ooit. Punt 1 heb ik de body van de La India's stijl herontworpen. Zodat hij nog weer resonanter is, zonder dat hij feedback veroorzaakt. Tweede verhaal is, we maken de La India in de volledige La India versie, zoals je hem van oudsher kent, met
verbeter de design, verbeter de electronics en ook verbeter de graphics. En we maken nu ook een versie van de La India die ongeveer 60% van de prijs is van de La India. En die heet de Apache, daar zat ik net op te spelen. Dat is de persoonlijke Apache van Elko Beining. Hij weet ook niet dat ik hem vanavond ga afvragen. Maar Elko is een hele toffe gast en een hele goede gitarist. En ik weet zeker dat hij... Sowieso is het makkelijker om hem vergeving te vragen dan om toestemming. Dus ik gebruik hem gewoon. Precies. Ik zal niet meer vragen staan, want staan we hier over een uur nog. Maar jullie spelen wat, daarna is het koffiepauze. Oké? Okay? Doe je best. Geen idee wat we gaan doen. Maar dit is toch de Keith Richards gitaar die je daar hebt? Leuk, dit heb ik ooit een keertje gebouwd, volledig geïnspireerd door de Keith Richards vijfsnarige gitaar. Vijfsnaar is niks anders dan een opengestemde zessnaar en dan opengestemd wel in het G-akkoord. Zoals Ry Cooder hem gebruikt, heeft hij een D-snaar hier onder liggen. Dus dit is D, B, G, D, G en dan heeft Ry Cooder dus nog een D onder liggen, omdat hij gewoon een zessnarige gitaar na deze stemming stemt. Als je nu gewoon ritme gaat pompen. Zit die D-snaar gewoon in de weg. Dus Keith die zei, weg ermee met die D. En toen heeft... Compleet met de stemknop heeft hij ook afgegaan. Nou weet je, eindelijk ging iemand een echte vijfsnaar gitaar voor hem bouwen. En er is niemand die zo gek is om... een vijfsnaar gitaar op de markt te gaan brengen, want daar heb je immers geen enkele klanten voor, alleen een paar Keith Richards fans. Er is één iemand die is wel zo gek en daar kijk je nu naar. En ik vind het zelf, deze gitaar is dus specifiek gebouwd met Keith Richards in gedachten. Er staat ook op Walk the Plank, J. Scallywag. En dat is dus de goede oude traditie van de piraten. Je moet dan over de plank lopen en dan word je gekielhaald. En Scallywag was de soort van, zoals je misschien nu tegen je makkers zegt, hey klootzak. Dat was dus de Scallywag. En deze heet dus ook de Scallywag. En daar staat dus ook op van, wat staat er nog meer op? Oh ja, de draak. De draak gegraveerd. Ik heb deze helemaal met de hand gegraveerd. De draak die zegt Dragon Protector. En dan zegt hij hier, want hij schiet natuurlijk de vlammen. En dan zie je hier Keith Richards, zie je naar binnen lijnen met een joint. En de Keith heeft het volgende te melden. Got a light. Van deze ja. En ik mag dit ook even kopiëren. Hier heb je de tong, zwaar getrademarkt, weet je wel. Dus een one-off, dat mag. Maar je mag dit niet, nou ja, maakt niet uit. We'll be right back.
tuning is te gek. Dat is gewoon no doubt about it. Hey, we hebben dus dit is. Dankjewel. Wat je dik, ik heb hier een band aan. Misschien moet ik Duits gaan eventjes. Elko zijn gitaar. Sorry dik. Maar hier hangt de band aan. Nee, hier. Ja en ik. Eventjes. Ik wil nu toch mijn kans even waarnemen, weet je wel. Pauze. Vette shit, man. Doe je werk gewoon wanneer je zin hebt, dan speel je gewoon. Want mensen kopen een kopje koffie en dan komen ze toch hier naartoe terug. Ja. Dan speel je gewoon je solo. Lullig gas. Goed, of ga zitten, ik speel straks. Ja? Maar op de stream, want de stream staat niet uit, hoor. Prima. Gaan we eerst even koffie drinken? Dan gaan we eerst koffie zuipen en dan laat ik zo zien hoe die clean klinkt, weet je wel. De stream staat nu uit. Ik doe het als je echt gaat spelen. Ja, de stream staat nu uit, toch? Dan doe ik het zo. Dan moet je zeggen dat ik een clean laat horen. Wagen. Maar dan laat ik een clean horen. Ja, goed,
Doen we dat. Als je het liever doet, spel op die waar je vanmiddag ook gespeeld hebt.